Naast me op de bank zitten Bavo de Veurne en Jelle Florizone. Bavo is de regisseur van de film Noordzee Texas en Jelle speelt de hoofdrol daarin. Bavo, waar gaat de Noordzee Texas over? Noordzee Texas gaat over een jongen die een puber en hij is verliefd op zijn buurjongen. En het buurmeisje is dan weer verliefd op hem. Dus we volgen eigenlijk alle zielenroerselen van een jonge puber in de jaren 60, 70. Het zijn eigenlijk drie pubers die alle drie verliefd zijn, hè? Ja, ja, precies. We hebben het ook heel erg willen film maken over de interne wereld, over de gevoelens van jonge mensen en hoe mooi dat kan zijn om verliefd te zijn en aan iemand anders te denken en dat soort dingen. Dus de film gaat eigenlijk niet over de buitenwereld of wat de wereld daar nu van denkt eigenlijk. We zitten heel erg dicht op de huid van de jonge mensen. Je hebt eerder korte films gemaakt, hè? Onder andere Kampvuur en Matroos. Wat is een beetje jouw stijl van filmen? Mijn stijl? Nou kijk, ik wil films maken, ik wil de mensen iets tonen wat ze zien als hun ogen dicht doen. Dus niet wat ze zien als ze door het raam kijken. Ik vind dat zie je al genoeg, dan moet je maar thuis door je raam kijken. Ik wil eigenlijk films maken over wat je ziet als je een beetje droomt met je ogen dicht en denkt aan het verleden of denkt aan bepaalde gevoelens of zo. Dus het is heel erg een cinema van, ja, heel romantisch en heel gestileerd eigenlijk. Kun je daar een voorbeeld van geven in zo'n film? Bijvoorbeeld een scène? Een van die scènes is bijvoorbeeld Pim die op de motor zit bij Gino en hem zo dicht vasthoudt. En eigenlijk zeggen ze niks, maar gewoon het feit van die jongen vast te houden. En vind ik zo typisch aan zo jong zijn en verliefd zijn en zo. Dan kan iets heel kleins al heel groot zijn, terwijl het eigenlijk gewoon twee jongens op een motor zijn. Maar dan toch, ja, kan dat heel mooi zijn als gevoel. Jelle, jij speelt de rol van Pim. Wat is het voor een jongen? Pim is een... Je ziet hem eigenlijk in het begin van de film als een klein jongetje, door iemand anders is gespeeld uiteraard. En je zo zie je hem verder ontwikkelen, opgroeien. En wij hebben het eigenlijk altijd bekeken door de ogen van... we hebben het altijd bekeken in drie fases. Prinses, prins, koning. Het begint dus als prinses. Alles is nog heel utopisch voor de kleine Pim eigenlijk. En naarmate hij ouder wordt, hoe meer dat hij zichzelf leert ontdekken en dat de gevoelens beginnen aanwakkeren en dan, zo begint het. Hè. Zijn moeder is een schoonheidskoningin geweest? Miss Camping. Miss Camping. Ja, dat klopt. Daardoor is ze geobsedeerd, hè, door... Ja, hij leeft ook in een droomwereld. Hè. Het wordt ook verteld in de film, Pim is een dromer en dat is eigenlijk wel zo. En hij wordt verliefd op de buurjongen, Gino, de stoere motorheld. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hoe is het om want het is jouw debuutfilm, hè? Hoe is het om in zo'n film te spelen? Een geweldige ervaring, echt. Toen ik casting ging gaan doen, zei Bavo al tegen mij van knip je haar niet af. En toen had mijn moeder zoiets van, dat zou wel eens iets kunnen worden. En dan hebben we erover nagedacht en ik heb dan voor mezelf beslist van dit is een droom die ik kan verwezenlijken, dus waarom neem ik die kans gewoon niet en er 100% er volledig in smijten. Deze. Suzuki 380 GT. En jij mag echt erop. Ik er. Waarom is die? Hey, is het lastig om dan een verliefde homoseksuele puber te spelen? In het begin had ik daar wel moeite mee, maar we hadden enorm veel repetities. Zowel alleen met de anderen van de cast. En we hebben er ook... tellen of hoe je het zegt, ellenloze lange gesprekken gehad van hoe dat in beeld zal worden gebracht en hoe dat we het zouden willen en dat we eigenlijk allemaal blij zouden zijn.
Maar door het feit dat het eigenlijk echt een droom was, heb ik het toch gedaan. Want alleen misschien kwam de kans gewoon niet terug. Moest ik nu een hetero hebben gespeeld of een homo, ja, dat is een unieke kans. En dat, ja, daarom dat ik die gewoon heb gegrepen. Is het acteervakje bevallen? Ja, enorm. Ik heb helemaal de smaak te pakken daarmee dat ik ook van richting ben veranderd. Vroeger studeerde ik ballet en nu studeer ik dus toneel. En ja, nu ben ik ook bezig met rocks. Ook in Nederland te zien trouwens. Op Zeppelin voor de kindjes. En ja, het is zo geweldig dat ik dingen kan combineren dat ik graag doe samen met school. Mijn droom is eigenlijk al half verwezenlijkt en ik hoop dat ik dan nog kan blijven doen zolang het kan en mogelijk is. En ja, ik leef eigenlijk van dag tot dag, dus wat er morgen gebeurt, zien we wel. Hoe is de film in Vlaanderen ontvangen? Het gekke is, de mensen die de film hebben gezien, vonden de film fantastisch. Heb ik heel veel goede reacties op gehad. Alleen, niet iedereen snapte de film helemaal, denk ik. En dat bedoel ik meer zo recensenten en zo. Het is een film die heel erg gaat over de intieme gevoelens van een jongen die op een jongen verliefd wordt. Het is dus helemaal niet een film die gaat over de buitenwereld of over een vader die boos is of over haat. Dus het film, in die zin is het een beetje andere film dan bijvoorbeeld Brokeback Mountain, waar het heel erg gaat over hoe erg het is om afgerekend te worden op je seksualiteit. En deze film is eigenlijk zodanig anders. Het gaat over hoe leuk het kan zijn om verliefd te zijn op een andere jongen. En dat heb ik vooral hetero mensen gemerkt dat die niet altijd snappen waarover de film nou wel gaat. Dus op een of andere manier, en wat wel jammer is, omdat op een of andere manier gaat het helemaal niet zo specifiek over iets gay eigenlijk. Voor mij, en zoals wij het hebben gemaakt, is eigenlijk een liefdesfilm. Een film over een jongen die verliefd is en toevallig wel op een andere jongen. En alles wat daarmee te maken heeft met verliefdheid. Ik vind ook een film die gaat over een jongen die verliefd is en zijn lichaam ontdekt, lichamelijkheid ontdekt of zo. Daar horen ook scènes bij waarin dat je dat lichaam ziet en waarin dat je ziet hoe dat hij het lichaam van een andere jongen ontdekt en zo. Maar dat is altijd op een manier getoond die wel binnen het kader van een heel poëtische, respectvolle film is gemaakt. Dus het is allemaal geen pornofilm of zo. Het is heel erg een film over ja, het ontdekken van die liefde. En dat was soms best wel ingewikkeld om na te denken van hoe gaan we dat in beeld brengen. En waardoor je heel erg meevoelt met de scène zonder te veel te zien. Ja, dat klopt, inderdaad. Eva van der Gucht speelt jouw moeder. Die kennen we hier in Nederland van Single en van Walla. En ook van de film Iedereen is beroemd. Hoe was het om met haar te spelen? Geweldig. Oh, het is echt een geweldige dame. Voordien kende ik haar nog niet. En ja, ik heb haar leren kennen en het is echt een schat om mee te werken. Ik heb er ook enorm veel van geleerd. Op de set, naast de set. Ja, het is een geweldige dame. Wat heb je van haar geleerd? Eigenlijk dat je ook moet ontspannen. Als ze stop of kut zeggen, dan moet je gewoon je rol even kunnen loslaten. En ja, er zijn momenten gehad dat ik het even soms eens moeilijk had. En Eva was er dan voor mij. En ja, dan, het is wel belangrijk dat je ook wat fun maakt op de set. Want constant serieuze, nou, zo zit ik niet in elkaar. Stonden ze liedjes te zingen in de kleedkamer, ja. En te dansen en zo. Inderdaad. Dat soort dingen heb je geleerd van Eva. Onder andere, ja, ja, dat klopt. Zeg, hoe heet dat Frans meisje ook alweer? Gino's vriendinnetje. Ik weet het niet. Maar misschien brengt hij haar wel eens mee als het weer kermis is. Etienne zegt dat het zo'n knappe is. Zeg, jongen, ga je weer heel de avond zitten tekenen? Normale jongens van jouw leeftijd gaan met vrienden uit. Of met een meisje. Oh la la. Normale vrouwen van jouw leeftijd gaan niet meer uit.
Ik ben nu bezig met mijn Rocks bij Studio 100. Dus. Met een jeugdserie. Ja, dus een jeugdserie. Een beetje Megamini-achtig. Het is een soort van Batman. Ja, in een nerdy vorm. In ja. een rood leren pak, maar wel met wel, eigenlijk bril. Om 8:30 elke werkdag op Zeppelin. Voilà, dan ja, weten we dat ook weer. Bavo, tot slot, de film die draait op de Roze Filmdagen een aantal keren. Betekent de Roze Filmdagen nog iets voor jou? Ik denk dat al mijn korte films hebben één voor één op de Roze Filmdagen gespeeld. Dus ik ben ergens een soort van veteraan van de Roze Filmdagen geworden. Dus op zich ben ik wel heel blij dat ze dan ja, toch de film ook op een speciaal moment nu tonen. En wat er zo mooi is aan film, is het samen gevoelens delen in een zaal. Dus waarom ja, kijk, voor de tv of een dvd, dan zit je maar te kijken. Maar als je dus met een hele volle zaal samen zit te huilen, en dat gebeurt bij Noordzee Texas vaak, dat mensen dan zitten huilen of plots heel hard zitten lachen, dat is toch heel mooi. En dat is het mooie aan samen film ervaren en samen gevoelens delen. En als het dan over zo'n film gaat, die zo fragiel, romantisch is, over zulke mooie, kleine, lieve pubergevoelens, en je zit daar met de hele zaal van te genieten. Dat is het mooie. En dat is iets wat je kunt nu ervaren op die Roze Filmdagen of ook later in het land op Gay Nights en zo. Dus dat is toch mooier dan een dvd kopen, vind ik. Oké, Bavo, Jelle, bedankt. Ja.